Ja, maar dan heb je opeens een nieuw lijf, een nieuw leven. Tennis en dansen, ik kan me voorstellen dat dat niet meer gaat. Wat gebeurde er toen? Nou ja, toen, nou precies zoals je zegt, nieuw lijf, nieuw leven. En toen dacht ik, ja, daar hoort dan toch ook een nieuwe sport bij. Sport was altijd al zo'n groot en belangrijk onderdeel van mijn leven. Dat ik dacht, ja, maar dat wil ik er wel weer bij gaan doen. En ik was fysiek zodanig ook verzwakt, dat ik er ook wel van overtuigd was dat sport me er weer bovenop zou brengen. Ja. Dus toen ben ik op zoek gegaan. En de makkelijkste manier op dat moment was via een Paralympische Talentendag. Dat wordt georganiseerd door de sportbonden. En dan mag je op die dag, afhankelijk een beetje van wat je handicap precies is, ga je allerlei sporten Neem ons even proberen. mee. Wat ga je dan precies doen? En hoe ziet dat dan uit? Je komt eraan, dan Ja, zie je je. komt eraan, dan krijg je een lijstje. Dan zie je daarop hoe laat je je bij welke sport en waar moet melden. Dus ik ging daar gewoon heen. En hoe lang is het? Een half uur of zo sta je dan bij die sport. En er worden wat oefeningen gedaan, er wordt een warming-up gedaan, er worden wat oefeningen gedaan. Je Er mag wordt ook nog wel een. meedoen. Ja, dat is de bedoeling. Oké, Ja, oké, je moet een oké. beetje En staan er mensen ook mee. te kijken met een papiertje zo? Die staan Ja, letterlijk. maar Ja? dat wist Ja? ik dus niet. Oeh, oké. Tenminste, dat wist ik waarschijnlijk wel, maar daar had ik nooit bij Nee, maar stilgestaan. dat lijkt Dus me best wel heftig, want je wordt beoordeeld dan. ja, maar ik dacht, nou, ik vind het allemaal prima, jongens. Dat mogen jullie Doe allemaal gewoon doen. lekker mijn Ik ben ding. gewoon, ja, ik ben gewoon op zoek naar iets wat ik heel leuk vind. En waarvan ik denk van, oh, dit gaat mij echt helpen om ook weer echt fit te worden. Totdat de atletiekcoach mij niet eens een beoordelingsbriefje gaf, maar mij aansprak en zei van, nou, jij kan wel bewegen. Ik zeg, nou ja, gedanst, getennist, ja, altijd wel gesport. Ja, zegt hij, dat zie ik. Nou, ja, ik ga je geen formulier geven. Hier heb je mijn nummer en bel maar als je Zo. wil komen. Oké. Hoppa, ja, Hoppa. in de pocket. Ja. Ja, Ja. dus nou ja, de atletiekcoach. Ik zit nog steeds bij die coach ook, dus dat heeft een Ja. goede indruk Gaaf. gemaakt. Ja, Ja. ja, ja. En dacht je toen je ook dat papiertje zo voor je had in eerste instantie, dacht je toen van met je vinger gelijk, ik ga atletiek doen? Of was dat, had je nog een Ja, wel een andere? beetje. Ja, Wel een want ik had beetje. natuurlijk protheses inmiddels. En met een prothese, ik had natuurlijk wel al wat blades gezien. En ik dacht, nou ja, dat zijn wel Wat zijn gave. blades voor de mensen die luisteren? Ja. Blades zijn mijn sportprotheses. Daar loop ik op hard en daar spring ik op ver. Dus die heb ik nodig. Op mijn dagelijkse protheses, daar zitten een soort van normale voeten onder. En blades zijn meer een soort van, het ziet een beetje uit als een omgekeerd En vraagteken. echt, laat me zeggen, heel normaal. Je kan gewoon heel gemakkelijk lopen. En met zo'n blade loop je volgens mij ook iets. Ik heb idee iets schuiner als ik je zo op filmpjes zie of zo. Want Ja. je bent echt aan het. Als je gaat sprinten, dat gaat super hard. Ja, er staat helemaal, zeg maar, hij eindigt natuurlijk. Het is alsof je helemaal op je tenen loopt, de hele tijd. En dat heb je ook wel nodig, want als je er kracht in zet, dan buigt die blade. Dus dan gaat Is hij het een een beetje naar soort achter. vering ook, of niet? Ja, daar lijkt het Ja. wel op. Ja, als ik hem nu zo aan je zou geven, buigt hij echter niet. Dan krijg je hem Oké, niet gebogen. oké. Dat is echt alleen als je met sprinten komt, 3, 4 keer je lichaamsgewicht erop. Ja. Nou, dan buigt hij wel. Dus dat moet ook. Je Cool. moet er genoeg kracht En in stoppen. liep je toen voor het eerste keer op zo'n blade op zo'n atletiekdag dan? Kon je daar een beetje al op zo? Of Nee, uit toen andere nog testen? niet. Toen nog niet, Nee, oké, nee. ik ben gewoon op mijn dagelijkse benen ben ik daarheen gegaan, heb ik getraind. En dat heb ik nog een half jaar lang gedaan. Om eerst maar eens een beetje sterker en vaardiger te worden voordat ik op die blades ging. Ja. Want blades zijn best wel lastige, ja, spullen eigenlijk. Je kan ook heel snel vallen en stuiteren en struikelen. En dus je moet ook een beetje wel al wat vaardiger zijn met je protheses voordat je op blades kan. Ja, makes sense. Werd het al snel duidelijk dat je talent had voor de sport? Want je wordt gescout. Ja, voor mij nog niet per se. Het is natuurlijk zo dat in de Paralympische wereld er zijn nou ook weer niet zodanig veel gehandicapten dat je een hele grote pool hebt om uit te kiezen als atleten. Dus ja, als je iemand hebt die lang slank is en wel kan bewegen, dan is het al vrij snel goed. Maar ja, de vraag was, kon ik ook een beetje sterk worden Ja, en langslank snel? inderdaad. Want Ja, dus nou ja. ik zeg net, ik kom je net voor het eerst tegen. En ik zeg, wow, jij bent groot. Ik ben zelf maar 1,60 meter. Hoe groot ben je? Ik ben 1,84 meter. Ja. 84, ja. Als ze tegen op billboards kijken van Under Armour, ik nou, Ja, dat is mijn nichtje. zou, ja zeker, ja, dat ben ik Dat is zeker maar mooi trots. gelukt. Ja, dat ben ik zeker trots, Nou, 100%, ja. 100%. Ja, dus dat Ja. bleek ook wel snel. Dus dat kon ik wel. En ik plaatste me in mijn eerste seizoen voor het WK. Dus toen was het wel van, oké, dit ga ik wel echt. Dit is Dit, real, dit is ja, ja. dit Ja. is voor het echt. Dit ga ik doen. Hier Ja. ga ik voor. Eigenlijk, hè, dan eigenlijk, als je ook die timeline aankijkt, is dat best wel een korte periode Ja. al zo. Ik bedoel, dat lijkt me vrij intens ook. Je vertelde in ons voorgesprek ook al, hè, dat vrij intens was. Want je hebt het eerst WK gedaan. Waar was dat het eerste In WK? Doha, mijn eerste Oké, WK. En toen ging je daarna al vrij snel naar Rio, volgens mij ook. Ja, het jaar daarna was gelijk Rio. Dus het was gelijk een soort van vuurdoop voor mij. Eerst een WK en dan gelijk de Spelen.
En dat ging me allemaal toch wel een beetje te snel. Nou ja, kun je een beetje vertellen hoe die weg er dan uitziet naar zo'n traject? En vooral naar je eerste spelen dan? Ja, nou, naar mijn eerste spelen toe was heel spannend. Want ik had op het WK, was het me gelukt om mezelf nog zodanig te verbeteren dat ik ook een medaille won op de 200 meter. En toen werd ik ook een beetje geportretteerd als de... Brons of? Brons. Brons, ja. Ja, toen werd ik ook een beetje geportretteerd door de media als de uitdager van de huidige kampioen. En toen dacht ik, nou, dat is nog wel een stukje hoor, jongens. Wie was de huidige kampioen? Marloes, ja. Ja, dus dat was wel, toen dacht ik, oh, nou, dat is wel even, dat vond ik heel heftig. En ik was nog zo nieuw ook in de topsport. Ja, ik had natuurlijk ook een soort beeld van een topsporter die altijd tot het gaatje gaat, elke dag tot het uiterste. Super fit, super sterk, helemaal strak. En dat is natuurlijk geen gezonde mentaliteit om elke dag te hebben. Nee. Uiteindelijk is dat waarschijnlijk wel het resultaat. Maar elke dag zo intens, dat kan helemaal niet. Dat hou je niet vol. Maar nee. Ik had wel, ja, ik wist helemaal niks nog van topsport eigenlijk. Dus ik was daar zo ingerold. En ik ben meegegaan in die flow en wat ik dacht, hoe het hoorde. Mm-hmm. Dat niet helemaal goed ging. Dus ik werd bijna een soort van... Ik ging bijna me blind staren op de spelen. Als een soort van, dit is het. En als dit het niet is, dan eindigt mijn leven of mijn topsportleven. Of nou, hoe je het ook bekijkt. Dus er kwam ineens zoveel druk op die spelen te liggen in mijn hoofd. Ja. Dat ik toen gewoon twee keer in de series, in de halve finale eigenlijk, eruit ben gevlogen. En toen kom ik weer naar huis. Ja, precies. Je denkt ook echt dat komt door die druk dan. Ja. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, want de spelen in Tokio waren voor mij zo anders. Ja. Ik had zoveel meer losgelaten en veel meer alles op mijn eigen manier gedaan. Tussen de spelen van Rio en Tokio zaten natuurlijk, nou ja, normaal 4 jaar, nu 5. 5 jaar. Ja. En in die 5 jaar ben ik gewoon heel erg op zoek gegaan naar mijn manier. Hoe pas ik als Fleur in de topsport? Of hoe moet de topsport zich aan mij aanpassen? En hoe moet ik mijn topsport aanpassen? En hoe ga ik zorgen dat dat wel een match is? En dat ik daar beter van word in plaats van slechter eigenlijk. Ja, want wat is daar dan in veranderd? Zeg maar die aanloop naar de eerste spelen en tweede. Wat was het grote verschil voor jou? Het grootste verschil, nou, is tweeledig. Dus ik heb het verspringen ontdekt. Daar ben ik echt wel veel beter in dan de 200 meter. Ja? Ja, ja, echt veel beter. Dat verspringen. Vind je het ook leuker? Ja, dat is ook weer zo. Ja, dat kon ik gewoon al vanaf moment 1. Dus dat is wel heel gaaf. En daardoor is mijn sprinten ook zodanig verbeterd dat ik nu ook op de sprint de snelste ben. Op de 100 dan, niet meer op de 200. Die heb ik laten varen. Maar ik heb echt mijn talent gevonden en daar ook de tijd voor genomen om dat te vinden. En ik heb een eigen atletiek team nu opgezet. Dus op een gegeven moment was er een nationaal programma waar ik me niet meer zo in kon vinden. Dat ik dacht, nou, dit is volgens mij niet een manier waarop ik ooit echt heel goed ga worden. Mijn coach zat ook niet meer in dat programma. Dus ik ben samen met mijn coach en nog een teamgenootje een eigen team begonnen. En het heft in eigen handen genomen. En zo meer mijn eigen programma gaan samenstellen. Samen met mijn coach en mijn teamgenootje. En over dat programma, daar gaan we straks nog een deel in terugkomen. Ik wil nog heel even dat klein stukje terug naar die eerste spelen. Want... Ja, dus je had die eerste spelen gedaan. Het was niet helemaal de uitkomst die je voor ogen had. Hoe ging je op dat moment om met die tegenslag toen? Dat lijkt me best wel intens. Ja, het was heel intens. Heeft ook best wel lang geduurd, moet ik eerlijk zeggen. Ook voordat ik het toe kon geven dat ik zo teleurgesteld was. En dat het me ook zo erg had geraakt. En ook om toe te geven wat er in het voortraject is gebeurd. Ja. Want het is natuurlijk niet leuk om een soort van toe te geven dat je helemaal hebt laten meeslepen door een soort van ideaal beeld. Mm-hmm. En ik was ook nog wel, er zat ook nog wel een stukje traumaverwerking in wat ik gewoon had weggestopt eigenlijk. Ja. Ja, want ik dacht, ik heb iets leuks gevonden, ik ga gewoon door. Ja. Want dit is leuk, niet meer terugkijken. Maar ja, ergens moet je natuurlijk ook wel verwerken wat er is gebeurd. Ah ja, zeker. Dat lijkt me. Want zei je coach, hè, dat toen volgens mij tegen je ook, hè? Die heeft je ook. Ja, die heeft me naar de psycholoog gestuurd. Daar ben ik hem nu dankbaar voor. Destijds was dat wel, dat ik dacht, oh, moet dat nou? En kan ik niet gewoon door? En verviel ik al best wel weer snel in mijn oude patroon. Kan ik niet gewoon door? Ja. Daarnaast had je het ook over, want je hebt je zegt psycholoog, hè, dus dat mentale stukje, maar ook het evalueren. Je gaf ook heel in het voorgesprek aan dat je heel erg dat evalueren heel erg belangrijk vond. Klanten trainen, die worden getraind bij studio's, zo, die evalueren ook met hun trainer. Maar hoe ziet zo'n evaluatie dan bij jou eruit? Nou, de evaluatie zijn denk ik de belangrijkste momenten van het jaar. Afgelopen jaar in het Paralympisch jaar hebben we zelfs 2 keer geëvalueerd, vlak voordat we naar de Spelen gingen.
En bij de evaluatie tussen mij en mijn coach ligt alles op tafel. Echt alles. Alles moet bespreekbaar zijn. Ook de vervelende dingen. Mm-hmm. En die maakt hij bespreekbaar. Maar inmiddels ben ik ook wel iets volwassener geworden. Kan ik die ook bespreekbaar maken? En dat gesprek begint eigenlijk altijd met... gaan wij nog samen door? Want ja, als alles bespreekbaar moet blijven... en wij gaan nu tijd steken in deze evaluatie... wat vinden wij van deze samenwerking? Vinden wij dit nog wat? Vind ik jou nog leuk? Vind jij mij nog mm-hmm. leuk? Vind je dat ik het goed heb gedaan? Vind ik dat jij het goed hebt gedaan? Kunnen we nog samen groeien? Zien we nog verbeterpunten? Dat eerst. Okay. Wat zei je toen? Volmondig ja. Want je bent nog steeds bij dezelfde coach, toch? Ik ben nog altijd bij dezelfde coach. Dus mooi. Het is altijd